Ja, en de vis wordt altijd duur betaald, maar niet in winkelcentrum boven het ei. Want vandaag ga ik voor al die mensen in de viskraam afrekenen. Ik moet even goed kijken, ik moet oversteken. Dat ik niet voor mijn sokken gereden word. Ja, en daar ben ik. Goedemiddag. U bent allemaal vis aan het uitzoeken. Ik heb goed nieuws, het is uw geluksdag. Ik ga voor u afrekenen. En voor die meneer ga ik ook afrekenen. En mevrouw, u heeft net afgerekend. Ik ga vragen of ze het erbij willen zetten. Krijgt u het van mij contant terug? Dank u wel. Nou, helemaal goed. En u had ook al afgerekend, mevrouw. Ik ga voor u ook afrekenen. En ik vraag of u het contant terugkrijgt. Aangeboden door alle winkels hier uit winkelcentrum boven het ei. U heeft er ook één gehaald. Nou mevrouw, ik doe niet lullig vandaag. Ik betaal ook voor u. Ik voel me net Oprah Winfrey. En een visje voor u en een visje voor u. Nou, is dat even leuk? Nou, heel erg leuk. Ja, wat hadden jullie eigenlijk uitgekozen? Drie haringen en twee lekker bekjes. Kijk, dat is hartstikke mooi. Lekker gezond. En wat heeft u uitgekozen? Oké, helemaal goed. Nou, dat komt super in orde. Nou, sta ik dan met mijn pinpas en nu eens wachten. En ik ben dan benieuwd wat je dan kwijt bent hier voor die vis. Voor mij 2,20. Voor u 2,20? Ja? Haring. Haring, 2,20. Haring, ja zeker. Kijk, 2 keer 2,20. Nou, graag gedaan. Ik heb gelezen in de echo, klopt dat? Ja, het heeft in de echo gestaan, dat klopt. En weet je wat het leuk is? Nou? Ik sta woensdag weer in de echo, met foto. Nou, ik zal opletten, ik zal hem uitknippen. Ja, helemaal goed, hang hem boven uw bed. Nou, we gaan even wachten tot we kunnen betalen. Ja, en ik gooi het hele kassensysteem door de war. Ik heb hier het eerste bonnetje wat ik af ga rekenen. Dat is €12,50. En de pinpas gaat er weer in. Ja, dat zit erop. Even geduld. Veel melk en veel zout. Veel melk en veel zout. Wat zegt hij? Geslaagd. Ja, dames, het is wat, hè. Ik gooi echt heel de boel overhoop hier in de viskraam. Doe maar die hele winkel, roept hij daar. Dat is 21,10. En nog een kopje koffie. 21,10. Zal ik het even geven? Ja? Ja? Nou, heel vriendelijk. Voor wie is dat? Voor deze dame aan de tafel. Oh, had u al afgerekend, mevrouw? Nee. Nee? Zal ik voor u betalen? Nee, hoeft niet. Nee, maar dat doe ik met liefde. Oh. Want ik ben namelijk alle winkeliers ben ik aan het afrekenen. Okay. Ik heb een pinpas met onbeperkt budget. Is €2 zoveel. €2 zoveel. Doe ik voor u betalen? Eet smakelijk. Dank u wel. Die mevrouw reken ik ook nog even af. Graag gedaan, hè. Tot ziens, dag dames. Gaan we weer. En 28,50 ook weer gelukt. Bonnetje 1. En de andere bonnetjes erbij. Nou, alles weer betaald. Op naar de volgende.